Hallo, we zijn hier bij de stromatolieten. Stromatolieten, dat zijn de oudste en de levende organismen op aarde. Ze zijn 3,5 biljoen jaar oud. Hier zijn ze. Deze stromatolieten die groeien niet meer, want ze hebben water nodig. En hier is de zee niet meer. En die rode laag op de stenen, ze denken dat die gekomen is door de roest. Ja. En roest, dat komt door het ijzer gaat oxideren. Dus hier kun je eens even goed kijken. Ja, hier is er een. Zo. Zie je dat het dan heeft? Ja. En dan doe je hem weer terug op water. We are here at Castle Cove, still Kalbarri National Park. It's very beautiful here and we really like it. We have been walking here and it was already beautiful, and this is so much beautifuler than that. If the sea is coming, it's very beautiful. In Kalbarri are many flies, but even though the flies are here, the view is great, and here is the natural bridge. Hier was eerst een meer, maar nu is het helemaal opgedroogd, omdat in West-Australië heel erg droog is. Dus van hoe nat het kan zijn met alle overstromingen, hoe droog het kan zijn dat hier een meer is opgedroogd, zeg maar. Want hier kon je eerst ook vissen en al dat soort dingen. Het heeft al 4 maanden ook al niet geregend. En hier kan je het, zeg maar, het meer zien dat opgedroogd is. Dus wij zijn hier naartoe gereden voor het meer. En ik hoop dat jullie in Nederland ook heel leuk leren en zo. Net zoals wij hier. Doeg! Zeg eens wat. Kim, weet jij nog toevallig goede versnoepluik of ben jij straks de volgende? We kunnen elkaar helemaal vanaf deze afstand. Ja. Hallo allemaal. Dit kleine beestje heet een kwakka. Ze zijn normaal niet zo stam, maar deze wel. Het is een babytje. Normaal zijn ze iets groter. Ze houden heel erg van vers water. But we'll leave this here. Dus wij hebben vers water
opgepakt en we zijn in een Rottnest Island. Want de Nederlandse mensen die waren hier als eerst. En die hebben deze, zeg maar, deze kwakka's gezien. En daarom hebben ze dit Rottnest Island genoemd. Omdat ze dachten dat dit ratten waren. Rottnest. En nu noemen ze dit Rottnest. Rottnest. Omdat dat heet het in het Engels. Dit is een kreeft. Goedemorgen, kerstgenootjes. Ik had de kaart gekregen die jullie voor mij voor mijn verjaardag hadden gegeven. Ik vind hem heel leuk. We zitten nu in een hoge luchtballon. We zitten nu 2000 voet hoog. En we zijn net een heel tijdje in de luchtballon geweest. We zijn hier ook met Dallas. En ik vind de kaart die jullie mij gestuurd echt heel erg leuk. Ik vind het ook lief dat jullie dat doen. Doeg! En ik heb een paashuis gevonden. Het is eigenlijk gewoon een kangaroes, zoals jullie zien. Maar hier zijn heel veel kangaroes om je heen. Je kan ze voeren, je kan ze knuffelen, aaien. Ik vond het echt onwijs leuk dat jullie zo'n kaart voor mijn verjaardag hadden gestuurd. Echt een hele grote verrassing voor me. Ik heb hem ook helemaal doorgelezen met allemaal namen. In Australië heb je verschillende soorten kangaroes. Je hebt ook de rode kangaroe. Dan denk je dat die natuurlijk rood is, maar die is bruin-geel. En de Yero en de gewone kangaroe, eigenlijk zeg maar de grijze, die zijn allebei grijs. Yero lijkt net op, dat zeg, in het Nederlands zegt dat eigenlijk euro. Dat is grappig. Maar je hebt ook de albino, die zie je soms ook in de natuur. En die is wit, die zit erin. Het is een schatje. Hij is ook heel zacht. En die is eigenlijk gewoon stukken zachter. Echt heel zacht. Doeg! Dit is bijvoorbeeld een red kangaroo. Een rode, zeg maar. Dan zie je ook qua kleur dat hij anders is. Ik had eerst zeg maar een grijze en toen de albino en nu is het de rode. En het verschil tussen grijs en yero kan je bijna niet zien, maar een yero is iets kleiner. En hoe je kan zien dat deze rood is, is omdat hij meer bruin heeft. Bruin en een beetje, heel veel een beetje geel. Nu zijn ze dus eigenlijk allemaal bij elkaar. Dit is de grijze kangaroo. En hier is de albino. En hier is de rode kangaroo. Joyce? Dit is de emu. Dat is, lijkt op een struisvogel. Maar het is een eigenlijk een. Hij is kleiner. En ik geef hem nu eten terwijl ik het ook eigenlijk een beetje spannend vind. Het is eigenlijk net alsof je een hele grote kip eten geeft. Met een hele grote snavel ook. Doe het dichterbij al.
Dit is geen beersoort, het is een koala, maar het is geen beersoort, maar een buideldiersoort. Hij heeft ook beste klauwen, zie je dat? Oh. Hallo klasgenoten, het is vandaag dinsdag 26 april. We zitten nu in Mayelab, dat is een aboriginal naam van de kust. We zitten nu eigenlijk dus vlakbij de kust. En dus vlakbij Perth, niet in Perth zeg maar wel vlakbij. En ik vind het echt heel leuk dat jullie op de reisrechtblog hebben gereageerd. En over de vraag die Luca stelde, mama vond het wel een beetje spannend. Want dan wordt de deur opeens open gedaan van het vliegtuig. En wij vinden het zelf ook heel leuk van die dingen die we doen. De walvishaaien vonden we eigenlijk niet echt spannend. Nou, toch wel, omdat ze zo groot zijn natuurlijk. Maar ze eten ons niet, maar we passen er makkelijk met z'n drieën in. Misschien nog wel met z'n vieren. Want ze eten alleen planten, ze zijn planteneters. En dat is dus gelukkig, want anders at hij ons op. En de taart, die is namelijk al helemaal op, want die is heel lekker. Dus er is geen stukje meer over voor jullie. Leuk dat jullie paasontbijt hebben gehad. Ik zou er natuurlijk ook wel graag bij willen zijn. Maar ja, zo ver vandaan. En ik kijk ook weer naar uit om toch wel jullie ook weer te zien. En ik mis jullie ook wel. Hallo klasgenoten. Ik ben net op mijn motor aangekomen. Grapje. Ik denk ook aan jullie, hoe het bij jullie in de klas gaat en zo. Dus ik mis jullie ook. En nu zou ik ook wel naar huis willen. Af en toe dan. Maar de reis is echt nog steeds echt onwijs gaaf. Als laatst wil ik jullie nog wat vertellen over het Engels. Hier in Australië spreken ze ook Engels, maar anders. Ze spreken het met afkortingen. Zoals good day mate. En dat is eigenlijk good day mate. En ta voor thank you. En doll voor darling. En that'll do voor that will do. En ik wil ook nog iets in het Engels tegen jullie spreken. I like to speak English to you. I hope you will understand. Otherwise, if I speak well translated for you. I really like that you kept in that we kept in touch with each other during my travel. And I hope you have a wonderful holiday. And see you soon. And bye bye. Kisses and cuddles and hugs from me. Ze zijn op weg naar Nederland. Dat betekent dat ze ongeveer over een week aankomen in Nederland. Ik moet het ook niet zeggen. Je mag zelf weten wat je zegt.
wilde ik niet zeggen. Hallo klasgenoten. Hier was vroeger een meer. En vroeger is nog niet... Ja, jij bent Joyce.